dit is gewoon keihard van achteren genaaid worden. Yes, tof dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Nieuwsgierig. Rond deze periode van het jaar moet die scooter ook wel eens even een opknapbeurtje krijgen. En wat hoor ik nou vaak van vrienden? Dat ze het gevoel hebben dat ze genaaid worden. Dat niet alle onderdelen die vervangen moesten worden, ook daadwerkelijk vervangen moesten worden. Dus dat gaan we vandaag testen. We zijn natuurlijk heel nieuwsgierig. Zijn de scooterzaken nou heel oprecht en kloppen de prijzen die ze zomaar tussen neus en lippen door aan de telefoon vertellen? We krijgen in ieder geval een aantal scooters mee van onze vrienden. En daarmee gaan we naar diverse scooterzaken in Amsterdam om te testen. Zijn ze wel betrouwbaar? Want deze zijn dus wel betrouwbaar. En als zij zeggen niet zo is, dan zijn het naaiers. Deze gasten zijn betrouwbaar. Deze gasten zijn Oké, ja. Duidelijk. We hebben hier 1, 2 scooters staan. Expert. Expert. En we moeten de scooters gaan saboteren, maar op een hele subtiele manier. Dus we moeten binnenkomen met een scooter die een klein mankementje heeft, waar wij van weten dat bijvoorbeeld geen geld te kosten. En is de vraag, gaan ze wel geld vervragen? Op zich heel makkelijk, kwestie van de bougiedop loshalen. Je weet precies waar je het over heeft. Ja, nee, eigenlijk niet. Goed, ga ik je laten zien. Los. Bougiedopje los. Kwestie van erop drukken, doet hij het weer. Dus maar... dat heb je binnen een minuut ongeveer gezien? Als ze zeggen, hey, we hebben het druk, laat hem even achter. Ja. Dan gaan ze die bak eruit halen, maar ook uiteraard gelijk te zien. Zou jij daar geld voor rekenen? Wij niet. Nummer 2 is helemaal een makkie. Ja. Deze scooter heeft namelijk een startonderbrekingsknop op het stuur. Oh ja, die heb ik ook wel eens gehad. Nu doet hij helemaal niks. Doet het knopje naar links, dan doet hij het gewoon. Man. Beetje scherpe scooterwinkel zegt, hey joh, doe je startonderbreken knop eens even naar links en dan ben je zo weer weg. Maar ik denk deze domme bestuurdersrol, die past jou meer. Die is voor jou. Prima, want ik snap niet wat jij daar deed met die bougie. Dus ik pak deze wel. Wat denk jij? Ik denk dat ze hier zeker iets gaan proberen aan te smeren. Lachen. Ja, dat denk ik wel. Zeker als je erbij zegt, ja, ik heb er zelf de ballen verstand van. Ja. Dan denken ze, mooi, kunnen geld aan verdienen. Dus denk ik wel. Eigenlijk is vooral ook onze taak zo dom mogelijk overkomen. Ja. Nou, ja, dat kunnen wij. Ja. Zo. Oké. Volgens mij zit de bougiedop hier. Ja, hij zit los. Top. Oké. Even testen. Kijk, die stuk. Daar moet echt van alles aan vervangen worden. Hoi, hoi. Mijn vriendin die had al gebeld. Hij staat niet meer. Ik heb er zelf ook de ballen verstand van. Dus ik dacht, misschien kan ik hem hier achterlaten. Maar volgens mij, misschien moeten er wel wat dingen gerepareerd worden. Vervangen. Hoi, hoi. Met Jomie, ik had gisteren een stuk gelezen. Hoe lang denk je dat het... Oké, top man. Hartstikke bedankt. Ja, MC Nilles. Ja, nou, scootertje is weggebracht. De bougie is eruit. Bougiedop is eruit. Dus de bougie maakt geen contact meer met... Precies. Ja, volgens mij zagen ze er best betrouwbaar uit. Dus ik weet niet of zij echt gaan naaien, maar... Nee. Nu mag ik? Ja. Nu mag jij een kleinschalig ondernemer naaien. Ja. Goeiedag. Mijn scooter start niet. Ja, laat ons mijn scooter. Ik heb een leenscooter van een maatje. Die is op vakantie. BTC'tje. Als het een accu is, kan ik je helpen. Als het iets anders is, kan ik je helaas niet helpen. Ik heb geen idee wat het is. U bent de expert. Dat is de accu zeker? Dat is de accu. Accu is goed, oké. Ik zeg niet altijd alles. Hoor. Nee. Kijk. Het is alleen dingen. Zeg jij? Je hebt hem geleend, toch? Ja. Nee joh. Dit is het gewoon, dit is gewoon dit knopje. Noodknop. Ja, dat voel je in één keer heel dom, hè? Thanks voor de moeite. Krijg je nog iets van ons? Nee, is oké. Is oké? Thanks, man. Nou, kunnen wij weer cruisen. Dankjewel, man. Fijne dag, hè. Yo. Hatsa. Even kijken. En door. Naar links. Zo. Nou, wat denk je? Ja, die hebben we gewoon die switch omgezet.
Ja. Ja. Dus in plaats van dat ik moest doen alsof ik heel dom was, voelde ik me ook echt heel dom. Oh, ja. Ja. Dit is denk ik voor elke scooterzaak net even iets te makkelijk. Nou ja, wellicht bij de volgende wel. Ja. Succes. En volgens mij heeft hij voor jou ook gebeld. Ja, terwijl jij bezig was, kreeg ik een belletje binnen. Die heb ik natuurlijk niet opgenomen. Even wachten tot de camera er is. Ja. Dus ja, laten we die even terugbellen. Hey, goeiedag met Nelis. Jullie hadden teruggebeld. Ja, oké. Ja, dat was je bobinetopje wat los lag. Dat is opgelost. Oké. De scooter is in principe klaar, maar wil je dat we nog een kleine inspectie doen rondom? Kijken of je oliewissel nodig heeft of hier en daar nog wat gedaan moet worden? Want dat kunnen we ook nog voor je doen. Ja, kost dat geld, die inspectie? Ja, dan zit je op de inspectie zit je rond de 30 euro, 35 euro extra. Maar dan checken we wel van A tot Z of er nog iets gedaan moet worden. En dan kunnen we even dat terugbellen van hey, hij is goed of we raden je aan om. Ah, zo ja. Nou, hij heeft dat een halfjaartje geleden gedaan. Dus ik denk dat ik er nog even een paar maandjes mee wacht. Maar wel bedankt. Dan kom ik hem, ik kan hem nu ophalen in principe. Je kan hem helemaal ophalen, ja, absoluut. Dan ben ik er zo. Is goed. Top man, dankjewel hoor. Hoi. Ja, dit is gewoon heel eerlijk. Dit is heel eerlijk. Dit is heel fair. Dit is zeker fair. Maar goed, je weet niet wat ze hadden gezegd als je de inspectie had laten doen. Want dan kan er natuurlijk van alles mankeren. Maar goed, het feit dat hij al dit aangeeft, zegt al misschien genoeg. Ja, ik vind dit is gewoon eerlijk. Hij heeft gewoon gezegd, dit was het probleem. Scooterzaken in Amsterdam zijn gewoon eerlijk. Tot volgende week. Ja! Ja. Yes. Top man, nou het is 5 euro, je bobine is te lossen. Oh, oké, top. Heb je nog wat aan elkaar? Oh. Pin alsjeblieft. Ja, top. Sleutel. Helemaal goed. Ja? En een pinbonnetje? Of? Pinbonnetje oh ja, top. Hey, hartstikke bedankt, hè. Jij ook. Hoi. Nou, we hebben uiteindelijk toch een rekeningetje moeten betalen van 35 euro. Voor mijn gevoel vind ik dat best veel voor een bobinedopje die los zit. Hij heeft nog ook gevraagd aan de telefoon, voor 35 euro onderzoek ik hem verder. Daar heb ik nee op gezegd. En toen heeft hij waarschijnlijk gedacht, ja, nou ja, dan krijg je die 35 euro alsnog. Voor een bobinedopje die los zat. Dus ik denk dat het zoiets is gegaan. Maar misschien zit ik ernaast, is dit heel normaal. Misschien moet ik het even aan de kijker vragen die er meer ervaring in heeft. Is 35 euro normaal voor een bobinedopje die los zit? Laat het even weten in de comments. Los! Nou, dan gaan we weer. Eens even kijken. We hebben hier weer een zaakje. Hoi, goeiedag. Mijn scooter staat mee. En ja, ik dacht misschien kun jij er naar kijken vandaag. Ik weet niet of je tijd hebt. Hij doet niks, hij start niet. Ja, ik heb er zelf de ballen verstand van. Maar... Morgen zou wel kunnen. Oké. Okay. Dan, nou, dan laat ik hem wel achter. Kan je misschien mij eerst even bellen voordat je een reparatie uitvoert? Ja. Dus. 25 euro. Oké. Iets kleiner dan. Oké. Ja, top. Hartstikke bedankt, hè. Yo. Nou, Martijn is te beroerd om even zo uit te komen. Die heeft het ijskoud, dus ik mag het doen. Ik mag de fucking idiot spelen. Die niet weet dat dit zo moet. Oké, nou, daar gaan we. Stuk. Ja, jammer, hè. Deze start niet meer. Oh, top. Wil je dat? Knopje. Oh, shit. Knopje is echt gaar, maar je is echt zoeken naar contact. Ah, dat is het. Oké, top. Nou, wel bedankt, man. Ja, top. Thanks. Dit was ook wel weer eentje waarvan ik denk, nou. Jij zegt, ja, dit knopje is een beetje gaar. Maar zo gaar is die ook weer niet. Je kan hem gewoon prima indrukken. Maar goed, ik denk dat hij gewoon baalde dat hij hem zo voor mijn neus startte. Echte oplichting? Nee. Nee, dat is het zeker niet. Dat heeft hij ook weer niet gedaan, maar het is tricky. Tussenstand. Ik heb 35 euro betaald vandaag voor een bobinedop die los zat. Maar ja, 35 euro waren waarschijnlijk inspectiekosten. Ze hebben het ook wel eerlijk vermeld dat het bobinedop was. Dus ja, is het echt oplichting? Nee, ik denk het gewoon niet. Nu staat er alleen nog één scooter te wachten. Daar horen we morgen pas van wat ermee gaat gebeuren. Ja, het zou zomaar kunnen dat daar misschien wel wat mee gaat gebeuren, omdat daar nu een nachtje overheen gaat. Misschien maken ze daar gebruik van. The next day. Nou, gaan we even een scootertje ophalen. Ik ben heel erg benieuwd welke bougie erin zit. Een kapotte bougie, de oude bougie, maar dan misschien met die doppen er weer af.
Ik ben heel benieuwd hoe die dit gaat oplossen. We gaan het zien. Hey man. Hey. Hey. Van de... Pidol. Oh ja. Ja. Ja, hij staat daar weer. Oké. Okay. Oh, hier staat. Ja. Ja, stop hier. Oké. Okay. Gaat weer deur? Ja. Oké. Okay. Moet maar even. Oh, oké. Okay. Ja, ik heb mijn kast, maar... Oh, vandaag. Oh, ja. Nou, ik denk, oh, mij liggen. Nou ja, ik dacht eigenlijk van, ja, dat er een afspraak was gemaakt. Ja, nee, was, die afspraak was ook inderdaad gemaakt. Ja. Maar ik denk van ja, iets kleins en denk ik van ja, je wilt hem meenemen toch? Okay. Kijk mij, kijk. Ja. Dat is je oude moesie. Okay. Maar wat ik zie, kijk, moesie hoort niet zo eruit te zien. Oké. Okay. Ja, ik heb er niet zoveel verstand van. Ik wil even de muur opzetten bij de bijpakken. Ja. Ik zie hier tafel. Aan de oude liggen. Dus ik denk dat ik niet hoor. Dus ik heb gebroken. Dat weet ik niet. Ja. Er zit een boogje op. Ja. En die vonk dan. Ah, oké. Hij zit geen boogje op. Hier zit een boogje op. Dus, okay. Mag alleen vandaag, dan kan je die nooit aanslaan. Ah, oké. Okay. Hoe die afgebroken is, waarom die afgebroken is, ik heb geen idee. Nee, ik hoop alleen niet dat die blok terechtgekomen is. Nee. Maar hij deed het wel met die nieuwe hoesie. Ja, maar deed. Oh, staat bereikt. Oké. Dus daarom zijn geen fondies. Oké, ja. Hoeveel was het? 25 euro? Dit is 25 euro, onderzoeken. En dat erbij? Zit je op 50, ja. Zit je op 50. Ja, een moesje stiekje voor mij, maar ja. 15 euro moet erop zitten. Ja, andere drijven. Ben je er zo mee klaar? Of is dat, Ik ben er zo mee klaar. Ah, oké. Okay. Nou ja, doe dat dan maar. Nou, en dan staan we weer buiten. Dit is gewoon keihard van achteren genaaid worden. En ik moet heel eerlijk zeggen, conclusie van het item. Je hebt heel veel scooterzaken die het gewoon netjes en eerlijk doen. Die proberen je misschien nog een advies te geven om een kant op te duwen. Zodat je meer geld gaat uitgeven. Oké, prima. Snap ik ergens nog als je ondernemer bent. Maar dit wat hier gebeurt, dit is gewoon heel erg vals. Gewoon een bougie die werkt, de uitdraaien en een kapotte bougie teruggeven. Ja, ik had toch geen zin om te lopen, dus ik denk laat hem dan maar vervangen. Ik ben nu toch al genaaid. 50 euro kost het me. 25 euro onderzoekskosten en 25 euro bougie plus het monteren van de bougie. Nou, dankjewel voor de 50 euro. Deze gaat naar de productie. Laat even weten wat je van dit item vond. Is het jou wel eens overkomen? Heb je het wel eens van vrienden gehoord? We willen het graag weten. Dat kan je allemaal in de comments plaatsen. Like ook even de aflevering als je toch bezig bent. En abonneer op het kanaal. Nou, tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Hashtag Nieuwsgierig. Later!